In deze opgave wordt gevraagd om de lengte van BC te gaan berekenen van deze kabel waar die vogel op zit. Om de stelling van Pythagoras te kunnen gebruiken moeten we eerst op zoek naar een rechthoekige driehoek, dus met een hoek van 90 graden in de driehoek. En die vinden we hier. Deze paal staat loodrecht op het dak, dus deze hoek is 90 graden. En ik zal de rechthoekige driehoek even in het rood tekenen. Hier is die en deze hoek is dus 90 graden. Dit is de rechte hoek en tegenover de rechte hoek vinden we altijd de lange zijde. Dus we weten dat dit de lange zijde is die we moeten gaan berekenen. En de twee korte zijden, die kennen we. De ene korte zijde is namelijk 2,50 meter en de andere korte zijde is 4 meter. Als eerste gaan we natuurlijk weer ons schemaatje opschrijven. Hier is die. En omdat we de lange zijde moeten gaan berekenen van deze driehoek, heb ik een vraagteken gezet voor die lange zijde. De eerste korte zijde is 4 meter. Als we die in het kwadraat nemen, komt er natuurlijk 4 keer 4 is 16 uit. En de tweede korte zijde is 2,50 meter. En als we daar het kwadraat van nemen, dan komt daar 6,25 uit. Nou, die twee gaan we natuurlijk bij elkaar optellen. 16 plus 6,25 is 22,25. We hebben nu berekend dat het kwadraat van de lange zijde is 22,25. En om dan de lange zijde te berekenen, moeten we de wortel nemen van 22,25. En daar komt 4,7 meter uit. We hebben nu dus berekend dat zijde BC, de draad waar de vogel op zit, 4,7 meter lang is.